Op 15 november organiseert de Universiteitsbibliotheek de eerste editie van VU Library Live. Een talkshow over verschillende wetenschappelijke onderwerpen. Er wordt afgetrapt met een debat over open access. Open access is een beweging die al langer gaande is binnen de academische wereld. Om eigenlijk te zorgen dat academische publicaties, met name artikelen, maar het liefst ook boeken, zoveel mogelijk voor iedereen gratis beschikbaar zijn. En nu moet je betalen voor de meeste academische journals. Dan kan je dus alleen lezen als je aangesloten bent bij de universiteit met abonnementen. Maar om in plaats daarvan te zorgen dat het zoveel mogelijk kosteloos beschikbaar komt. De Universiteitsbibliotheek van de VU vindt het ook belangrijk dat iedereen toegang heeft tot wetenschappelijke artikelen. En besteedt daarom aandacht aan dit onderwerp tijdens Library Live. Interessant denk ik van zo'n Library Live podcast is dat het gewoon de mogelijkheid biedt om met een aantal mensen aan tafel met elkaar van gedachten te wisselen. En in dit geval hebben we gekozen voor deels onderzoekers, maar ook deels gebruikers van de informatie. Dus om ook het gesprek gewoon met een brede groep van betrokkenen goed te kunnen voeren. Library Live zal dus een debat worden tussen verschillende thema-experts en wetenschappers van de VU. Een van de wetenschappers die aanwezig is bij de eerste editie is Ilko Ruiter. Hij vindt dat het wetenschappelijke systeem moet overgaan naar volledige open access. Er is momenteel enorm veel aan het veranderen in de wereld van de wetenschappelijke publicatie. Want het huidige model is eigenlijk niet houdbaar. En het is heel erg kostbaar en eigenlijk gaat het heel raar in zijn werk. Dus er moet iets veranderen om het financieel betaalbaar te houden. Maar de manier waarop, daar is veel discussie over. En er is geen makkelijke oplossing. VU Library Live zal plaatsvinden in studiezaal De Verdieping op de tweede etage van de UB. Kijk voor meer informatie over het event op de site van de Universiteitsbibliotheek.